RKC dat hier het vorig seizoen dichtbij een punt was. Het gebeurt niet zo heel vaak dat RKC in Amsterdam een resultaat haalt. Maar het was er dichtbij, 2-0 achter, 2-2. Toen kwam daar de door Wouters veroorzaakte strafschop. De opstelling van Ajax, u ziet dat hetzelfde Ajax met 5-5-5 op het shirt staat. Dat shirt gaat dadelijk uit, maar het is goed om daar zo lang mogelijk en zoveel mogelijk de aandacht op te vestigen. Geen Bergwijn bij Ajax, had u wellicht al meegekregen, maar hij dus, Conceição. Zeuntjes zou het zo'n wedstrijd worden waarin hij zich onderscheidt. Kan, hij moet het doen voorin, mag het doen voorin, met Lobete in plaats van Kramer dus. Er is zeker behoefte aan medische zorg, water en onderdak. Doneer ik dan, Giro 5-5-5. Bijna. Door het midden. Van Rijk vindt het niks, bal gespeeld. Conceição die naar het midden was gekropen, aan de binnenkant van de tegenstander. Hij nam daar wel een risicootje. Dat zijn de momenten waar hij moet opletten en het schot van Lobete wordt geblokt. Is waar de tegenstander van Ajax, RKC, op loert. Dat is buitenspel. Ja, die gaat er eventueel in, maar nu gaat de vlag pas omhoog, denk ik, of niet? Nee, Ajax houdt de bal, dus de vlag blijft omlaag. Maar ik kreeg toch de indruk dat het allemaal vanuit buitenspelpositie geschieden, wat Lobete daar deed. Kan die bal maar beter voor de lijn weghalen. Tweede waarschuwing van RKC voor Ajax. Klaassen daar aangetikt. Van Rijk gepaard meteen doorgaan. Rijks houdt ook wel de bal. Nu is het een hoekschop. En hij is zeer gedecideerd in wat hij vindt. Dat moet ook wel als scheidsrechter, maar ik wil niet zeggen dat je dan altijd gelijk hebt. Rens. En dan Klaassen bijna. Wat beter. Vel op de huid gezet. Dat betekent ook ruimte hier voor Kudus. En nog meer ruimte om het af te ronden, maar dat gebeurt niet. Tamelijk ruim gemist ook de Berghuis, u weet het. Het is een Ajax om het kapot te spelen en geconcentreerd te blijven. Niet zo'n paas te geven als Wijndal hier deed. Onnodig die bal inleveren. Levert hier een kans op voor Lobete. Die hem ook nog keurig aflegt. En RKC op voorsprong. Ja, het gaat mis bij Wijndal. Maar daarna doet RKC veel dingen heel goed. En schuift Zeuntjes hem binnen. In de 18e minuut komt RKC op voorsprong. En helemaal onverwacht komt het nou ook weer niet. Kudus. Alles wel richting veranderd en dan van dichtbij binnengekopt door Klaassen, maar voor de lijn weggehaald. Dan had Ajax een snel herstel gehad. Dat kwam er in deze situatie net niet van. Telen. En nu. Van richting veranderd en dan.
op die manier dat hij behoorlijk stuk naast gaat. Timo. Alvarez. En dan. Scheelt dat niet zo heel veel. Snijdt Ajax er doorheen, maar is er geen afwerking. Zo. Twee Ajaxiden die tegen elkaar gaan en Van de Eijk laat doorspelen. Ja, hey, dat is inderdaad niet zo heel handig. We liggen er twee met het hoofd geraakt. Aan het hoofd geraakt. Wat tekenen door voor hoe dat gaat daar rond de middenlijn. Alvarez en Timber. De kleine loopt beter daarbij. Blijkbaar kunnen Timber en Alvarez beide door. Bekers protesteren, wat... Zo erg is het toch allemaal niet, even het gebaartje maken. Tadić. Nu goed meegegeven en dan gaat Wijndal liggen. Is Van de Wijk, Van de Wijk alweer bij de middenlijn. Brommie en Bessie komen er dus in. Conceição en Klaassen zijn degene die eruit gaan. Brommie. Taylor. Die de bal daar wegwerkte. Berghuis die terugkrijgt en goed in de verre hoek. En dan staat daar Brobbie. Staat hij geen buitenspel, dan is het vooralsnog 1-1. Heeft Ajax 4 minuten na rust in ieder geval de gelijkmaker te pakken. Dit is geen buitenspel, zeker niet. En dit ook niet. Dus staat deze en zal die blijven staan. Rulli uit het doel. Dat loopt allemaal voor Ajax goed af, voor RKC net niet. Daar zit hij, Frank de Boer. Blijft oppassen voor de snelle kant die er hier weer is. Bessie met Lobeet. Hij is een handige speler in dag. Van een behoorlijk stukje Bellassani. Maar het was een probeerde waard. Tadić. Kudus. Kudus. Wat scheelt het? Van Tadić op het hoofd van Brobbie, maar die weet de bal geen goede richting te geven. Hij heeft nog altijd niet de winst te pakken, sterker nog. Moet uiterst alert blijven voor dit soort momenten. De steuntjes nu doorgelopen zijn buitenspel. Deze gaat er wel in, maar de vlag is omhoog. Dus dat Rulli er overigens niet zo heel erg prettig bij. Maar is het buitenspel. En dat was ook eigenlijk wel meteen te zien. Maar toch weer zo'n moment. Kudus. Aangetikt. En Kudus is sterk. Kudus nog een keer aangetikt.
lijkt me dan toch een kaartje. Die wordt met de duim omhoog in ontvangst genomen. Twee spelers van RKC krijgen geel. Dus de vrije trap te nemen door Berghout. En van dichtbij binnengewerkt. Ajax op voorsprong. Dan toch op voorsprong. Timber. Na al het gerommel en gedoe is er de vrije trap van Berghuis. En Timber, die Ajax voor de eerste keer vanmiddag op voorsprong schiet. Taric. Berghuis 3-1 Ajax. Binnengelopen door Kudus. Ja, prachtige treffer. Die zorgt ook voor enorme ontlading. En dat valt te begrijpen na zo'n moeizaam verlopen wedstrijd te boeten. De achtste voor Kudus dit seizoen. En dan gaat Ajax uiteindelijk onder applaus van het veld af. En de nodige zaken zijn er te overwegen. Het verschil tussen eerste en tweede helft. En de komende tegenstander, Union Berlin. Want dat is minstens zo cookie als RKC, wat heet.